Hier aan de rand van het centrum staat een opvallend standbeeld. Best wel modern, maar ook duidelijk van een historisch vrouwfiguur. Het gaat om Margaretha Sandra, ook wel de Kenau van Aardenburg genoemd. Nou gebruiken we de term Kenau natuurlijk vaak voor bazige, onvriendelijke vrouwen. Maar die vergelijking is in dit geval anders, denk ik, hè? Ja, dat kun je wel stellen. Kijk, je hebt Kenau van Hasselaar, die bij het beleg van Haarlem in 1572 een heel belangrijke rol speelde. En ook Margaretha Sandra speelde een grote rol bij de verdediging van Aardenburg in 1672. Toen de Fransen Aardenburg aanvielen, 100 jaar later dus. Dus eigenlijk moeten we dit meer zien als een moedige, onverschrokken vrouw. 1672, dat staat bekend als het rampjaar. Maar waarom wilden de Fransen nou Aardenburg aanvallen? Nou, 1672, het rampjaar, de Republiek, de Nederlandse Republiek, werd door Engeland, Frankrijk en twee bisdommen, Münster en Keulen, aangevallen om diverse redenen. De Engelsen die wilden de economische macht van een belangrijke zeevarende natie, de Republiek, die wilden de macht breken. De Fransen daarentegen streefden naar gebiedsuitbreiding en met name de Franse koning Lodewijk XIV die wilde naar het noorden gaan. En hij zocht naar natuurlijke grenzen en volgens hem was de Rijn een natuurlijke grens. En natuurlijk, als je naar het noorden trekt, dan kom je eerst in Zeeuws-Vlaanderen terecht, want daar ligt in het zuiden van de Republiek, hè, als generaliteit. Dus ja, ze kwamen hier op 25 juni 1672 kwamen ze hier voor de wallen van Aardenburg. De stad was een vestingstad, maar was in april bekend geworden dat de stad ontmanteld zou worden. Dus er waren nauwelijks soldaten meer. Er waren nog 40 man was er. En de vestingwallen waren verwaarloosd, er was nauwelijks munitie meer enzovoorts. En die munitie die er was, die paste niet. Dus toen heeft Margaretha Sandra onder andere het initiatief genomen om vanuit stenen, vanuit kasseien, om kogels te kappen en potten en pannen tot schroot te verwerken, zodat er voldoende munitie was om naar de wallen te brengen. En daarnaast liepen de vrouwen van Aardenburg, omdat er zo weinig mannen waren, liepen met hoeden langs die vestingwallen, waardoor de Fransen het idee hadden dat er een hele sterke bezettingsmacht was. Dus ja, en die eerste nacht, ja, bij de eerste aanval zijn die Fransen teruggeslagen. En na twee dagen van strijd hielden de Fransen het voor gezien. En daarom staat dit standbeeld hier dus? Ja, sinds 2005 een modern standbeeld, mag ik wel zeggen. Hè. Helaas is het wel aan een opknapbeurt toe, want het ziet er nogal verwaarloosd uit. En eigenlijk ja, de standbeeld voor een heldin van Aardenburg, die dus zeg maar de verdediging van Aardenburg mede organiseerde. En in feite ook de rol van de vrouwen en de kinderen belegd. Het is een soort rehabilitatie voor de vrouw in de geschiedenis.